Jaar. Als ik daar nog moet bij doen tot 67, ben ik 51 jaar in dienst. Ik zie dat echt niet meer zitten. Ik zie me niet werken op mijn 67. Ik denk dat ik dan zelf al met een looprekje, een zuurstofmasker en een pamper aan de mensen moet uit bed gaan tillen of zo. Wij doen ons werk heel graag, wij doen ons werk ook heel vlot. Maar dat op 62-jarige leeftijd nog volhouden, wat staan op 67-jarige leeftijd is voor ons echt niet meer te doen. Wat voor werk doe je? Ik ben een opvoedster in de gehandicapte sector. En wat doe je hier vandaag? Ja, wij gaan betogen omdat wij niet akkoord zijn dat wij langer gaan moeten werken. En we willen ook de combinatie met werk en gezin behouden, want we hebben heel onregelmatige uren en wij willen toch onze job verder kunnen uitoefenen. Ik ben momenteel zwanger van mijn tweede kindje en alle maatregelen gelijktijdsgezien die ze gaan afschaffen, ik vind dat niet kunnen. Ik wil graag voor mijn kinderen kunnen zorgen. Werk jij? Nee. En waarom ben je hier vandaag? Voor te betogen, voor de mensen, omdat ze zeggen voor langer te werken, maar ze willen niet langer werken, omdat dat niet gaat. Ik wil wel ook wel werken, maar ik wil betaald werken. Waarom ben je hier vandaag? Omdat ik vind dat er echt wel heel veel wordt gevraagd van een gewone mens. En dat er andere bronnen zijn, denk ik, die ze kunnen aanspreken om geld te vinden. Ik vind het niet fair. Verzet! Verzet! De vakbond in verzet! 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 De vakbond in verzet! Kom aan, ik hoor jullie niet! Verzet! Verzet! De vakbond in verzet! 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 De vakbond in verzet!